In deze les geef ik je twee praktische ritmeoefeningen. De eerste oefening gaat om de grondslag. Omdat dit echt de basis vormt voor de rest van alle dingen die je gaat spelen, is het extreem belangrijk dat je dit goed gaat aanvoelen. Selecteer een bepaald tempo op het metronoom, bijvoorbeeld 80 beats per minuut, en klap dat ritme eerst gewoon eens mee. Het is hierbij belangrijk dat je niet sneller of langzamer klapt en dat alle klappen ook op de beat komen. Klinkt simpel, maar doe dit echt even. Je moet het tempo gaan voelen. Probeer dit met verschillende snelheden uit. Stel je metronoom eens wat sneller in of juist wat langzamer en klap mee. Het allerbelangrijkste is een constant tempo. Voor je gevoel heeft dit misschien niks met piano te maken en misschien vind je het een stomme, saaie of hele simpele oefening. Maar ga er alsjeblieft niet te snel aan voorbij. Dit heeft juist alles te maken met ritme kunnen houden op de piano. Waarschijnlijk kun je uit de beginnerscursus nu wel één of meerdere liedjes spelen. Of misschien speel je ze zelfs allemaal. Helemaal super. Maar ik durf er echt een flinke weddenschap op te zetten dat als ik naast je ga staan om te luisteren naar hoe je speelt, dat dat lang niet altijd op een constant tempo zal zijn. Stukjes die je goed beheerst, die speel je snel. Totdat je bij een stukje komt dat je lastig vindt, gaat het tempo omlaag. En daarna ga je misschien weer wat sneller. Want spelen in een constant tempo is echt het allermoeilijkste dat er is. En daarom beginnen we deze oefening zonder piano, met klappen. Dus stel je metronoom op verschillende snelheden in en klap mee. Oké, wanneer klappen in een verschillend tempo je lukt, dan ga je er een akkoord bij pakken. Bijvoorbeeld het C-akkoord. Wees er heel erg alert op dat je tempo klopt met het metronoom en dat je alle toetsen op exact hetzelfde moment indrukt. En pak daarna in plaats van één akkoord eens een reeks akkoorden, bijvoorbeeld C, G, A mineur en F. Met links speel je alleen de basnoten, de grondtonen van de akkoorden, en de akkoorden speel je op een constant tempo door. Deze oefening dwingt je ertoe vooruit te denken. Als je de C aan het spelen bent, dan moet je al vooruit denken hoe je straks naar de G gaat en naar de A mineur en daarna naar de F. Als je dat niet doet, dat vooruitdenken, dan ga je het niet redden om een constant tempo aan te houden. Vind je deze akkoordopvolging nou saai worden? Pak dan eens de primaire stappen in een toonsoort die je zelf mooi vindt klinken. In de tweede oefening gaan we ook de maat meenemen. We gaan weer klappen op de grondslagen, maar nu benadrukken we de eerste toon van iedere maat en we gaan ook meetellen. Ik doe het voor. Om lekker te grooven, te swingen op een piano en niet te stijf te spelen, moet je de tempo in je hele lichaam gaan voelen. Klinkt misschien heel vreemd voor je en zelfs zweverig, maar het is dus naast klappen en meetellen ook echt aan te bevelen om op te staan. Sta eens op van je stoel, ga erbij bewegen. Of met je voeten meetikken op de grond. Kies hiervoor ook verschillende tempo's uit en kies leuke liedjes uit. Klap, tel, tik, swing, heel bewust mee met het tempo. En verplaats dit daarna ook weer naar de piano. Daag jezelf uit. Blijf niet telkens dezelfde akkoorden spelen, maar pak gewoon de PDF met primaire stappen erbij en kies daar akkoorden uit. Want dit is naast een oefening in ritme ook een geweldige gelegenheid om de informatie uit de muzikale basis in te laten slijten. En dan niet zozeer theoretisch, maar het gewoon in je handen te krijgen.
Ik laat je nog even horen wat we volgende lessen gaan doen, hoe we hierop verder gaan bouwen. Dat is één variatie, maar dit is er ook eentje. Als je ziet, we gaan een heleboel variaties aanbrengen. Deze hele module gaat bestaan uit dit soort oefeningen. Die gaan je leren om beter met twee handen te spelen en om je verschillende ritmes te laten voelen die we in de liedjes nodig gaan hebben. Heel veel succes, lekker swingen!